is vroeg. Nou, hier ging de wekker in ieder geval om 5 uur. Ik kan shooten in een dorpje, in een stadje. Ik weet het allemaal niet, joh. Ik heb mijn badjes aangetrokken en mijn slippers en dat is niet allemaal wel. Goedemorgen allemaal. Hallo. Hallo. Jaro een klein flesje wijn opengetrokken. Of 4, 5, zoiets. Ja. Maar daar merk je niks van op de foto. Dikke jas wel, hoor. Ik vind het echt vet, hoor. Ja, je moet hem echt doen. Mr. Ben, this is a super cool trip. I like it very much. Nice. Overal aan het shooten met iedereen door elkaar en het is een beetje wachten. We lopen hier in onze badjas van het resort, hier over die parkeerplaats heen. Het ziet er vast ontzettend grappig uit. Je hebt hier dus ook die Antelope Canyon zijn we geweest, maar de Grand Canyon, Horseshoe Bend, en daar gaan we niet naartoe. Dat vind ik best wel jammer, maar de volgende keer als ik hier naartoe ga met mijn vriend, dan weet ik wel precies wat we moeten doen. Het is zo'n mooie omgeving hier, het is zo tof, maar er is zoveel ook. Kijk even hoe groot dit is. Holy fuck. Nu gaan we foto's maken, paardrijden, alles tegelijk. En ik zweet me nu al helemaal. Ik denk dat er straks deze laarzen vol met zweet staan. Is alles voor de foto, toch? Ik heb ook geen BH aan. Wat misschien wel, niet dat mijn borsten zo groot zijn, maar ik weet niet hoe hard we op dat beest gaan. En voor de laatste keer dat ik paard heb gekregen was voor 3 prijs midweek in Noorwegen. En ik hou van dieren, dus ik was heel lief, lekker knuffelen en zijn koppie zo. Oeh. En toen ging het erop en toen luisterde hij niet meer. En dat beest knalde gewoon door over alle bossen heen, takken in mijn gezicht. Hij had zoveel scheid aan mij. Dus nu ga ik een beetje de touwtje in handen houden, dat is wel leuk. Dat het paard er niet meer met mij vandoor gaat, maar één keertje met het paard. Ik heb net voor het eerst een preview gezien van foto's met je collage. Het is zo mooi geworden. Het is zo mooi. En dan moet je, het is niet zo van, hey, kan ik mee de foto's uitzoeken en ik wil die. En bij een fotograaf zoals Mark, dan laat je dat gewoon aan de meester over. En dan bemoei je je daar niet mee. En dat is loslaten. Dat vond ik vroeger altijd heel moeilijk. Maar hoe beter de fotografen zijn waar je mee werkt, hoe beter je ook altijd allemaal loslaat. En dat het dan, het is gewoon kunst wat je Mark maakt. Gwen gaat nu paardrijden. En we gaan wat fotootjes maken. Voor Gwen naar Instagram. En misschien ook wel een beetje voor de Linda. En dat gaan we nu even filmen. Yara is eindredactrice, hè? Hoofdredactrice. Eindbaas. Yara is eindbaas van de Linda Meijden. Ben jij blij? Heel blij. Ja? Het is echt fantastisch geworden. We hebben van iedereen los hele mooie foto's. Jij ook briljante foto's. We kunnen gewoon bijna niet kiezen. We zouden echt 6 nummers hiermee kunnen vullen. Ja. En we hebben echt gebikkeld met z'n allen. We hebben echt gebuffeld en gebikkeld. Ja, we hebben gebikkeld. Ja. En het was fucking vet, hoor. Het was echt vrienden. Ja. We hebben gelachen, we hebben elkaar in het zwembad gegooid. We hebben hamburgers gegeten. We hebben Chinees gegeten op straat. Weet je wel. Gewoon, het was allemaal echt. Ja. En het is echt geweldig geworden. En waarom vanaf wanneer ligt in de winkel? 30 april. Volgens mij ook met heel veel plezier als ik al die blije koppies zie en die geweldige foto's. Mark? Jij bent echt wel even de superstar. Het was awesome, het was vet, het was mooi, het was intens. Ik heb nog nooit, omdat ik iedere nacht echt maar 4 uurtjes gepakt. En deze nacht is voor mij wel rusten. Goedemorgen. Laatste keer hier wakker worden. We gaan nu 4 uur naar Vegas rijden, dan naar Minneapolis vliegen en dan naar huis. Las Vegas. Moeten we afscheid nemen van die jongen daar. Moet je er
iets meegemaakt. We zijn hier met z'n allen aan het stressen. We moeten weer terug om ons paspoort te laten scannen. Zitten ons al... Er staat nu nog een rij van 10 man en het, volgens mij moet het vliegtuig niet weg. Staat nee, ik echt. Nou, ik zou het heel fijn vinden als we allemaal in het vliegtuig zitten zo meteen. Hallo, het is zaterdagavond. Ik ben de hele dag wakker gebleven, wat ik echt bewonderenswaardig vind. Met pizza, met chocola, met het dekentje op de bank, lekker relaxed. Het is echt heel gek om weer terug te zijn. Maar misschien ook omdat ik nog niet echt goed geslapen heb, nog niet. Nu wel te rusten. Hele dikke kus. Ik ben gisteren om 12 uur naar bed gegaan en het is nu 4:15. Ik heb 17 uur geslapen. Non-stop, oud. Dat is toch niet normaal? Goedemorgen vanuit de sportschool. Het is 8:05. Ik was om 2:30 s'nachts klaar wakker natuurlijk. Ik had vet lang geslapen. Hele nacht op de bank gelegen. En wat chillen zijn en jetlag is dat het is me gelukt. Het is me gelukt om vroeg in de sportschool te zijn. Maar daar is ook alles mee gezegd. Ik zie eruit als de ultimate troll. Ik ben trots dat ik ben geweest. Ik ben wel kapot. Ik ga deze dag gewoon volmaken. Ik moet echt heel veel doen thuis. En ik doe gewoon alsof het ochtend is. En dan zien we wel waar het Schipstrand. Toch? Ja, toch? Het is zondagochtend en ik ben op de Veluwe. Kijk. Vogeltjes, rust. Ik ben hier eigenlijk al voor de tweede dag. Gisteren heb ik niet gevlogd omdat het de eerste dag was. Dus waren we druk bezig met alles een beetje steady krijgen. Want ik ben aan het draaien voor Trucker Zoet Vlam. En vandaag gaan we weer draaien de hele dag met onze eerste vrouwelijke trucker. Dit is Verena en jij bent onze eerste vrouwelijke trucker. Wat ik vet leuk vind. Jij hebt net 6 speeddates gehad en ik mocht steeds afbellen. Vertel zelf even hoe het was. Ja, het was echt hartstikke leuk. Ik heb ontzettend genoten ook ervan. Ook de verschillende soorten jongens die dan binnenkomen lopen. En het is allemaal zo anders. Met elk gesprek is anders. Ook al stel je dezelfde vragen. Ja, die gasten zijn mega leuk. Ja. En het is helemaal... En ik kan niet... Want dit, die vlog komt uit voordat die aflevering zijn. Dus ik mag niet alles zeggen. Maar ik ga wel een beetje vandaag filmen. Maar het is zo leuk. Het is zo leuk. Ik heb net aan Verena gevraagd wat ze ervan vond. En hier zijn de mannen! Hey! Sido brengt mij naar huis. Yes. Funny story. Hoeveel dagen hebben wij al samen gewerkt? 5 of zo. Ja, en ik dacht dat je Sico heette, maar hij heette Sido. Dat is gewoon niet waar, ja. Nee. Ja. Komen we vandaag achter? Kwam ik vandaag... Hoi. Doei. Mijn naam is... Welkom. Ik ben in Tilburg, want ik doe hier een dagvoorzitterschap. Oh, ik zit in de auto, zoals je kan zien. Ik ga naar huis rijden. Het is 10:45 s'avonds naar huis rijden vanuit Tilburg naar Amsterdam. Maar het was het echt waard. Het was super vet, super leuke avond. Ik heb bloemen gekregen. Ik heb genoeg om over na te denken onderweg naar huis. Ik hoop dat ik om 12 uur thuis ben. En ik wil morgen weer gaan sporten. Einde bericht. Tot ziens.